Rodé moet docent van het jaar worden omdat ze met heel veel enthousiasme over het vak spreekt. En ze legt dingen gewoon heel rustig uit. Ze neemt de tijd voor je. En ze is een heel geduldig persoon, dus dat is echt heel fijn. Wat ik hoor van studenten is dat het wat betrokkenheid van mij ervaren. Ik ben enthousiast, ik ben graag met studenten. En ik denk dat ze dat dan ook aanvoelen. En wat ik hoor is dat ze het leuk vinden als ik vertel over de praktijk, wat ik heb meegemaakt. Rodé die geeft heel veel uitleg, goede uitleg. Het is eigenlijk altijd te volgen, goed te volgen. En ze is altijd bereid om te helpen. Toen ik kwam als beginnend docent, dan heb ik ook de basiskwalificatie gedaan. Vervolgens heb ik nog een master gedaan voor docentschap. En ja, toen ook mooie boeken tegengekomen. Op een gegeven moment dan ga je gewoon met die werkvorm aan de slag. En ik vind het heel leuk om dingen nieuw uit te proberen. We delen ook met collega's. Dus nou, zo krijg je steeds nieuwe ideeën. En dat is leuk. Hoe voelt het om genomineerd te zijn? Ja, het is natuurlijk toch heel erg speciaal. Heel groot compliment wat ik van mijn studenten krijg. En ja, dat voel je dan toch ook echt wel. Dat geeft je echt een glimlach. Rodé kan heel rustig uitleggen. Is heel duidelijk. Heeft alle geduld van de wereld. Je hebt aan haar gewoon heel veel steun tijdens je opleiding. Ik vind het heel leuk dat vanuit de studenten komt. En wat zij erover zeggen. En weet je, het gaat erom dat zij krijgen wat ze nodig hebben. Rodé is een hele leuke docent omdat ze heel gezellig is. Ik vind het heel belangrijk dat we plezier hebben tijdens de lessen. En dat dat dan zich uit in een nominatie, ja, dat is natuurlijk heel erg leuk.